Het edelhert is het grootste landzoogdier van Nederland en een van de jongste soorten aan de familiestamboom van de herten. Herten bestaan al zo'n 20 miljoen jaar. Het edelhert ongeveer 250.000 jaar. Het edelhert is ononderbroken aanwezig geweest in ons land. Met uitzondering van de ijstijd toen Nederland bedekt was door een ijskap. Uniek is dat het edelhert als wilde diersoort door de eeuwen heen voor ons behouden is gebleven. Jaarlijks krijgt het vrouwtje, de hinde, één en een enkele keer twee kalveren. Tot in de 19e eeuw werd het edelhert gewoon hert genoemd. Verwarring over de naam ontstond omdat het damhert eveneens als hert door het leven ging. Vandaar het voorvoegsel edel. De oorsprong daarvan is moeilijk te herleiden, maar heeft ongetwijfeld te maken met de populariteit van het dier onder de adellijke stand. Die populariteit dankt het weer aan zijn statige houding en het imposante gewei. Herten zijn in Nederland door velen verheerlijkt en gezien als een symbool van kracht en goedheid. Er is haast geen ander Nederlands dier zo vaak afgebeeld als het edelhert. Het is werkelijk in allerlei vormen vereeuwigd. Wie is er niet ooit naar de Veluwe gegaan, juist om herten te bekijken? Veel mensen kunnen zich de eerste ontmoeting met een hert nog goed herinneren. Een buitengewoon indrukwekkende ervaring. Tot de familie der herten behoren ook het ree- en het damhert. Het ree is een stuk kleiner dan het hert. En het mannetje, de bok, heeft ook een veel kleiner gewei. Een hertenkenner ziet het verschil onmiddellijk. Maar veel mensen zien het ree vaak voor een jong hertje aan. Damherten hebben net als jonge edelherten witte stippen en gaan daarom bij het grote publiek vaak als bambies door het leven. Thank you.
Het edelhert is niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. En ook niet uit onze cultuur. Wat is een kasteel zonder het vertrouwde gebij aan de muur? En wie kent niet de afbeeldingen van oude jachttaferelen? Overal kom je het edelhert tegen. Maar het mooiste is hij toch nog altijd in de vrije natuur. Het edelhert heeft het door de jaren heen niet gemakkelijk gehad. Het is de oudste bewoner van ons land en een meester in de kunst van het overleven. Hier in de Oostvaardersplassen is het edelhert een nieuweling. In 1992 zijn er 50 uitgezet. Verrassend genoeg zie je juist in dit nieuwe gebied situaties ontstaan die vroeger heel normaal waren. Je ziet dat de bomen tot op zekere hoogte weggegeten zijn, tot aan de zogenaamde vraatlijn. Nog geen 400 jaar geleden was dit beeld in Nederland heel gewoon. Er leefden toen nog duizenden herten, maar het leefgebied werd met de jaren steeds kleiner. Nederland in 1600. Het hele land was nog beschikbaar als leefgebied voor het edelhert. Maar het werd langzamerhand minder en minder. In de 19e eeuw bleef alleen de Veluwe en de IJsselvallei over. Oorzaak was de bevolkingsgroei en een steeds intensiever grondgebruik. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Veluwe op slot. Door onvoldoende jachttoezicht en dus stroperij liep het aantal herten terug tot nauwelijks 200. In 1946 werd de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert opgericht. Het was een eerste stap naar een beter edelhertbeheer. Maar de dreiging blijft. Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen, ook op de Veluwe. En het edelhert kan nergens meer heen. De steden blijven groeien en ook het aantal campings neemt schrikbarend toe. Maar er gebeurt heel veel om de edelherten te beschermen. Met de bouw van zogenaamde wildviaducten wordt het leefgebied van de herten groter. En het aantal campings mag niet verder groeien. De samenwerking tussen de betrokken instanties werpt zijn vruchten af. De Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert was er als eerste bij. En gelukkig volgde de overheid snel. In 1954 werd een nieuwe jachtwet van kracht, waardoor het behoud van het edelhert werd gewaarborgd. Bovendien kwam er geld beschikbaar voor het behoud en de uitbreiding van het aantal edelherten op de Veluwe. Binnen de Rijksoverheid wordt gestreefd naar hetzelfde doel: een leefomgeving voor het edelhert. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stippelt het beleid uit. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zorgt voor rasters, ecoducten en dassentunnels. En het ministerie van Defensie zorgt als grote terreineigenaar voor voldoende rust voor de herten. Ook de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten spannen zich in, met name in de uitvoering van alle plannen. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin natuur en recreatie goed samengaan, zonder dat de recreatie de natuur te veel stoort. Op de Veluwe leven 900 edelherten in de zogenaamde vrije wildbaan. De gebieden waar geen hekken omheen staan. Daarnaast leven er nog eens 500 in de ingerasterde gebieden, zoals de Hoge Veluwe, het Kroondomein en het Deelerwoud. De eerder genoemde introductie van edelherten in de Oostvaardersplassen is succesvol verlopen. Het zijn er inmiddels ruim 200 en dat worden er alsmaar meer. Behalve het edelhert worden er ook andere diersoorten in het gebied geïntroduceerd. Zoals het koninkpaard, dat oorspronkelijk afkomstig is uit Polen.
Ook het hekrund is in het gebied geïntroduceerd. De herintroductie van het edelhert in zijn natuurlijke leefomgeving is niet eenvoudig. Zo moet er een minimum aantal herten zijn om inteelt te voorkomen. Het mooiste zou het natuurlijk zijn als het edelhert weer vrij toegang krijgt tot zijn natuurlijke leefgebied. Zoals de uiterweiden in het rivierengebied. Daarom wordt met man en macht gewerkt aan het veiligstellen van verbindingsroutes tussen de verschillende gebieden, zodat het edelhert in de toekomst met de Veluwe als springplank terug kan keren naar zijn oude biotoop. Dit is een bronstroedel, een groep edelherten in de paartijd. Een prachtig spektakel, maar ook een uitputtende tijd voor de herten. Het is dan ook niet vreemd dat er vlak voor en na de bronst onder de mannetjes veel verkeersslachtoffers zijn. Tijdens de bronst leggen ze grote afstanden af op zoek naar de hindes. Daarbij trekken ze vaak door onbekend terrein om te paren. Na het paren gaan ze terug naar hun oorspronkelijke territorium. Tijdens deze tochten zijn de vermoeide herten allesbehalve alert en steken ze vaak plotseling een weg over. Een andere maatregel is het afrasteren van snelwegen en de aanleg van wildviaducten. Dit is het wildviaduct bij Terlet over de A50 in de Zuidoost-Veluwe. Voor de aanleg van dit viaduct was het achterliggende gebied onbereikbaar voor herten. Nu kunnen zij er vrij in en uitlopen. Zo moet het wildviaduct over de A1 eruit gaan zien. Een dergelijk viaduct is belangrijk voor een gezonde populatie edelherten. Verschillende groepen herten kunnen elkaar opzoeken en onderling paren. Dit is voor een goede bloedlijn van levensbelang. Het bewijs dat een wildviaduct werkt, leveren deze herten. Ze steken de snelweg over alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ze maken gebruik van een vrije wildbaan. Op de Veluwe sneuvelen ieder jaar gemiddeld 20 herten in het verkeer. Maar er gebeurt heel veel om dat aantal terug te brengen. Zandwegen en zelfs verharde wegen worden steeds vaker afgesloten voor verkeer. Dit zorgt ervoor dat recreanten zoveel mogelijk aan de rand van de gebieden worden gehouden. Een andere en heel slimme manier om de hert in de toekomst te beschermen is het wildsignaleringssysteem. Als herten of ander wild door de aangebrachte laserstralen lopen, wordt het verkeer gealarmeerd. Grassen, bladeren, twijgen. Dat is van oudsher het voedsel van het edelhert. Voedsel dat belangrijk is voor zijn ontwikkeling. Maar de Veluwe heeft relatief armere gronden dan de mineraalrijke uiterwaarden waar het hert vroeger leefde. De inkrimping van het leefgebied heeft dus ook gevolgen voor zijn voeding en daarmee voor zijn ontwikkeling. Je ziet dat het beste aan het gewei van het hert. Het ontbreken van een tak is een direct gevolg van het gebrek aan mineralen op de Veluwe. Sterker nog, hoe armer de voeding, hoe minder takken of enden aan het gewei. Maar het Veluwse bos wordt ouder en completer. Dat komt doordat de beheerders minder in de natuurlijke ontwikkeling van het bos ingrijpen. Er komt meer licht op de bodem, waardoor het bos zich telkens kan vernieuwen en zeer voedselrijk wordt.
Op diverse plaatsen op de Veluwe zijn wildakkers en bladakkers aangelegd. Wildakkers zijn weiden waar herten kunnen fourageren. Bladakkers zijn speciaal voor de herten ingeplante weides met jonge boompjes die als voedsel en dekking kunnen dienen. De akkers zijn aangelegd om de herten weg te houden van gevaarlijke wegen en om te voorkomen dat ze schade aanrichten in landbouwgebieden. Het Jachtfonds en de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hecht hebben al veel aan gedaan om op deze wijze schade te beperken. Vroeger dacht men dat bijvoeden een absolute noodzaak was. Tegenwoordig wordt alleen nog bijgevoerd om de herten weg te lokken van schadegevoelige plaatsen. Bijkomend voordeel van het aanvullen van het voedsel is dat de edelherten regelmatig op een vaste plek geteld kunnen worden, wat weer belangrijk is voor een goed beheer. Om het gebrek aan mineralen op de Veluwe aan te vullen, zijn er op bepaalde plaatsen likstenen op paaltjes gezet. Evenals in de Oostvaardersplassen heeft het edelhert op de Veluwe tegenwoordig concurrentie van andere grote zoogdieren, zoals deze moeflons. Ze houden min of meer van hetzelfde voedsel als de herten. Behalve moeflons kent de Veluwe tegenwoordig nog meer nieuwe gezichten. Schotse hooglanders en paarden. Ze komen elkaar allemaal tegen. Al deze dieren leven in één gebied, maar vormen voor de voeding van het hert slechts een kleine belemmering. Edelherten houden namelijk niet van drukte en trekken zich terug in de rustige gebieden om te herkauwen. Het damhert heeft uit concurrentieoverweging in enkele gebieden het veld moeten ruimen. Maar gelukkig zal het kleinere broertje van het edelhert, onder meer dankzij de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert, op enkele plaatsen wel als wilde diersoort kunnen voortbestaan. De meeste diersoorten zijn geen concurrent voor het edelhert. Integendeel, er vindt een prachtige vorm van samenwonen in het terrein plaats, met bijvoorbeeld de vos en het wild zwijn. Kraaien hebben zelfs een belangrijke functie in de verzorging van het edelhert. Ze eten teken en ander ongedierte uit de vacht, iets wat het hert zelf niet kan. Zoals we zagen heeft mineraalarme voeding een negatieve invloed op het gewei van een edelhert. En juist dat gewei is het meest kenmerkende deel van het edelhert. Een gewei heeft heel wat te vertellen. In de eerste plaats dat we met een mannetje, een hert, te maken hebben. Hinden dragen geen gewei. Een spitser, een eenjarig hert, dankt zijn naam aan zijn gewei. Een spitsergewei heeft geen zijtakken of enden. Ieder jaar werpt het hert zijn gewei af en ontwikkelt weer een nieuw gewei. Op deze tekening is duidelijk te zien hoe het gewei zich ontwikkelt tot het hert een jaar of 8 is en volwassen. In de loop der jaren krijgt het steeds meer enden. Een volgroeid gewei is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De rozenstok is een verbindingstuk tussen de geweistang en de schedel. Vanuit de rozenstok groeit ieder jaar een nieuwe geweistang. Aan die stang ontspruiten de takken. Van onder naar boven heten die de oogtak, de ijstak, de middentak en tenslotte de kroon. De variatie in geweien is eindeloos. Bij ieder hert verschilt het gewei van jaar tot jaar. Toch is elk dier vanaf ongeveer zijn 6e jaar te herkennen aan zijn gewei. Ieder nieuw gewei is een variatie op het vorige. Het meest opvallende kenmerk is de spanning. De maximale afstand tussen twee stangen. Bij dit hert bijvoorbeeld is de spanning vrij nauw.
en bij dit hert weer bijt. Ieder jaar bouwt het edelhert een nieuw gewei op. Dat noemen we het opzetten of schuiven. Het begint in maart en het is in juli voltooid. Tijdens de groeiperiode zit er een beschermende basthuid rond het nog zachte, weke gewei. Die basthuid is doorbloed en kan zo voor de aanvoer van natuurlijke bouwstoffen zorgen. Na 5 maanden is het gewei volgroeid. Een hele prestatie als je bedenkt dat 1 stang wel 3 tot 4 kilo kan wegen. De beschermende bast is niet meer nodig en verdroogt. De herten proberen zo snel mogelijk de flarde vuil kwijt te raken. Dat heet het vegen en het duurt enkele dagen. Maar het resultaat van het vegen is ernaar. Rond de bronsttijd is het gewei op zijn mooist. In februari wordt het gewei afgeworpen. Een uniek moment. Tussen hun 8e en 13e jaar zijn de herten in de kracht van hun leven. In die periode planten ze zich voort en heeft hun gewei de grootste omvang. Ook de oude dag laat zich, zoals bij dit hert, aflezen aan het gewei. Het wordt kleiner. Door slijtage aan de kaken kan het oude hert het voedsel minder goed malen en zodoende minder voedingsstoffen opnemen. Hierdoor wordt de groei van het gewei geremd. Dat het edelhert graag goed en gezond voedsel tot zich neemt is logisch, maar het heeft ook nadelen. Het eet namelijk bij voorkeur jonge aanplant. Maar het edelhert richt op nog meer plaatsen schade aan. Ook de houtproductie op de Veluwe heeft last van de herten. Schilschade komt regelmatig voor. Niet alleen door het vegen worden de bomen beschadigd. Ook het eten van de bast is vaak funest. Ook dit verschijnsel is terug te brengen op een eerder genoemd probleem. De armoede van het Veluws voedsel. De herten gaan aan de bomen eten uit verveling of ter aanvulling van het mineraalarme voedsel. Het probleem van de schilschade deed zich vroeger niet voor, omdat het evenwicht tussen de dieren en het grondgebruik door mensen beter in balans was. Bovendien was het verspreidingsgebied van de herten groter.
In het huidige dichtbevolkte Nederland is dat evenwicht er niet meer en moeten andere oplossingen worden gevonden. Met bijvoer en wildweiden kan heel wat schade worden voorkomen. Maar ook het in de loop der jaren sterk veranderde bosbeheer levert een bijdrage. De grote terreineigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Gelders Landschap en Defensie, creëren een omgeving goed voor het landschap, maar ook goed voor het edelhert. Voorheen zagen de bossen er zo uit. Gestructureerde aanplant en weinig begroeiing op de grond. Geen enkele bescherming voor het edelhert. Tegenwoordig wordt er meer ruimte gemaakt in de bossen, zodat verschillende vegetatievormen beter kunnen gedijen. Er is nu meer plaats voor een natuurlijke groei van jonge bomen. Het toegenomen aantal planten en struiken aan de grond geeft behalve een verrijking van het voedsel een betere dekking aan het wild. Bovendien mogen steeds meer bospaden dichtgroeien. Door al deze maatregelen groeit het verspreidingsgebied voor de herten en neemt de rust toe. Wat blijft is dat de dieren het lekkerste voedsel opzoeken. En daar komt nog een probleem bovendrijven. Namelijk de schade aan landbouwgebieden. Herten trekken graag naar de akkers op zoek naar voedsel. De gevolgen zijn duidelijk. Voor de boeren zijn de herten tot last. Rijk, jachtfonds en de provincie Gelderland daarentegen zien de voordelen van goed voedsel voor de herten. De schade aan de akkers wordt dan ook vergoed door het jachtfonds, dat het belang van het edelhert voorop stelt. Met de boeren worden zelfs zogenaamde gedoogovereenkomsten gesloten. Dankzij deze overeenkomsten laten de boeren de herten nu op hun land toe. Een meer structurele oplossing zou het inrasteren van gebieden kunnen zijn. Het is geen nieuwe methode, maar voorheen werden de dieren ingerasterd, terwijl men nu meer neigt naar het uitrasteren van de landbouw, jonge aanplant, wegen en steden, zodat de natuur zijn gang kan gaan, inclusief het edelhert. Een van de onderdelen van het beheer is de jacht, een methode die ter discussie staat. En dat zal wel altijd zo blijven. Voor het edelhert is beheer echter geen vraagstuk. Wij mensen hebben de wegen aangelegd en het leefgebied van de herten ingeperkt. Nu is het ook onze plicht om ervoor te zorgen dat de herten die binnen de rasters leven goed beheerd worden. Per gebied wordt daarom vastgesteld hoeveel dieren er kunnen leven. Het spreekt vanzelf dat beheer zo vakkundig mogelijk moet gebeuren. Selectief afschot van dieren die te veel zijn, is dan de beste methode. Het afschot is in dat geval een middel en zeker geen doel. Als een hertenpopulatie te groot wordt voor een bepaald gebied, zoals in deze animatie duidelijk wordt, ontstaat er een tekort aan voedsel en krijgen de dieren last van stress. Zover laat men het niet komen. Er wordt voor gezorgd dat de populatie in balans blijft. Een goed evenwicht tussen herten en hinden, ouderen en jongen, moet daarbij scherp in de gaten gehouden worden. Welk deel van de herten moet worden verwijderd hangt af van een aantal factoren, waarvan een evenwichtige samenstelling van de groep de belangrijkste is. Het is de bedoeling om de oorspronkelijke situatie van honderden jaren geleden, toen er nog roofdieren waren als linksen, beren en wolven, na te bootsen. Dat betekent dat vooral jonge dieren en verder ook zwakke, oude of zieke herten worden weggehaald. Van de herten die afgeschoten zijn, worden de ingebanden verwijderd en achtergelaten, zodat de natuur haar gang kan gaan,
zoals dat vroeger ook het geval was. De rest gaat naar de poelier en de consument. De herten die een natuurlijke dood zijn gestorven blijven liggen en worden door aaseters als de buizerd, de raaf, het zwijn en de vos opgegeten. September. Het is herfst en de bronst begint. In de roedels ontstaat onrust. De energie die de herten in de zomer verzameld hebben, begint op te borrelen. Het is tijd om te paren. De spanning is te snijden op de Veluwe. Voor liefhebbers van het edelhert is de bronsttijd de mooiste tijd van het jaar. Een waar spektakel van strijd, macht, imponeergedrag en agressie. Kortom, een tijd vol actie. De meest intense bronstactiviteit is er in de ochtendschemering en 's nachts. Ieder jaar zoeken de herten de bronstgebieden op en worden de eerste bronstroedels gevormd. Jonge herten, hinden met kalveren en de zogenaamde smaldieren, de jonge hinden, zoeken elkaar op. Al snel moeten de jonge herten hun plaats afstaan aan de oudere dieren. Een leider van het roedel werpt zich op. Hij wordt het plaatshert genoemd. Een paar bijherten duldt hij nog wel. De rangen en standen zijn duidelijk. En de bijherten bedreigen zijn positie dan ook niet. Dit tweejarige hert maakt nog geen kans om echt deel te nemen aan de bronst. Voorlopig doet hij nog mee voor spek en bonen. Pas als hij 6 of 7 jaar oud is, maakt hij kans bij de vrouwtjes. In de bronsttijd hoor je het burrelen van de herten al van ver. Een fascinerend geluid. Het is de roep van het edelhert. Hij wil zeggen, ik ben de baas. Dit is mijn roedel. De toon van het burrelen is niet altijd hetzelfde. Na een gewonnen gevecht klinkt het machtig. Na de paring is het van een heel ander kaliber. En als het roedel bijeen wordt gedreven, klinkt de roep ook weer anders. Maar slechts iemand met een geoefend oor zal de verschillen onderscheiden. De heerschappij van het plaatshert wordt niet alleen bevestigd door het burrelen. Een sterke urinegeur doet eveneens wonderen. Hier ziet u hoe een hert zichzelf nat maakt met zijn eigen urine. Met een speciale klier, die vlak onder de buikhuid, voor het geslacht zit, besproeit het hert zijn eigen bronstmalen. Zo verspreidt hij een penetrante geur door zijn hele bronstgebied. Het hert creëert een bronstkuil die hij met zijn eigen geur markeert. Dit is het teken aan de andere herten dat hij daar heerst. Een ander prachtig voorbeeld van imponeergedrag.
Het reusachtige gewei van het edelhert gaat een rol spelen. Voorlopig alleen om mee te pronken. De herten proberen hun gewei met gras zelfs nog groter te maken. Toch laten sommige herten zich door het plaatshert niet imponeren. Niet door geburrel, niet door de geur en ook niet door het gewei. Ze gaan de strijd aan. Het gewei van het edelhert is zijn belangrijkste wapen. Het is een krachtig, groot en scherp wapen. Maar toch zie je dat de strijd tussen gelijkwaardige opponenten meestal zonder bloedvergieten verloopt. En dat is eigenlijk ongelooflijk als je je realiseert hoe hard het eraan toe kan gaan. Na al dit machtsvertoon is het tijd voor het hoogtepunt van de bronst, de paring. Het plaatshert vleemt. Met opgetrokken bovenlip snuift hij de geur van de hinde op om te ruiken of ze bereid is te paren. Als ook de hinde bronstig is, kan het paren beginnen. Een schouwspel dat niet gemakkelijk met de camera vast te leggen is. Maar geduld is een schone zaak. En op een zekere ochtend in oktober hadden we geluk. Tijdens de bronst drinkt het hert veel, maar eet het bijna niet. Het is een slopende tijd voor de herten. Sommige mannetjes steken hun liefde niet onder stoelen of banken. Na de bronst zijn de herten uitgeput en sterk vermagerd. De energie die ze hadden is opgebruikt. In de bronsttijd kunnen herten wel 20 tot 30 kilo afvallen. Maar uiteindelijk keert de rust terug. De herten gaan terug naar hun oude plekken, de daginstanden. Sommigen trekken solitair, anderen in groepen. Het kan soms wel 3 maanden duren voor ze weer terug zijn in hun eigen leefgebied. De terugweg wordt gebruikt om aan te sterken. De bronsttijd is voor veel mensen het moment om naar de edelherten te gaan kijken. Een echt probleem hoeft deze vorm van recreatie niet te zijn, als de herten tenminste niet verstoord worden.
Vroeger werden overal rustgebieden voor het grofwild aangelegd. Tegenwoordig creëren de beheerders rust zonder de gebieden helemaal voor het publiek af te sluiten. Diep in het hart van het bos laten ze de bospaden en wegen dichtgroeien. Zo blijven de meeste recreanten vanzelf aan de rand van de natuurgebieden en hebben de herten in het hart van het bos vrij spel. Voor de liefhebbers zijn er speciale kijkschermen en wildkansels aangebracht. Het lijkt vreemd, maar juist op de terreinen van defensie vinden de edelherten rust. Het is verboden terrein voor recreanten. En aan de schietoefeningen zijn de herten inmiddels gewend. Sterk storende factoren voor de herten zijn bijvoorbeeld motorcrossers. Vooral vanwege het lawaai dat de motoren maken. Maar ook loslopende honden zorgen voor verstoring, omdat ze de neiging hebben het wild op te sporen en na te rennen. Hiermee wordt het belang van toezicht nogmaals duidelijk. Een heel ander probleem vormen de luchtballonnen die tegenwoordig steeds vaker boven de Veluwe verschijnen. Herten raken in paniek als een te laag varende ballon plotseling de branders in werking zet. Herten kunnen in tegenstelling tot mensen niet omhoog kijken. Een hert heeft namelijk een dwarspupil. Daardoor kunnen ze de branders van een ballon wel horen, maar niet zien. Een luchtballon kan de herten daardoor de stuip op het lijf jagen en de rust volledig verstoren. Het is winter. De Veluwe ligt er prachtig bij. De bronst is achter de rug en het publiek zit binnen voor de kachel. Voor de herten met hun dikke wintervacht is de rust teruggekeerd. Het wordt voorjaar. De roodborsttapuit kondigt de lente aan. Zo tegen het einde van april zonderen de drachtige hinden zich af van de roedels. Ze willen hun kalf straks in alle rust ter wereld brengen. De hinde gaat op zoek naar een plek waar rust heerst en waar ze een goed zicht heeft op mogelijk gevaar. En dan is het zover. Tijdens de geboorte is de hinde zeer kwetsbaar en daarom verloopt de geboorte ook snel.
Al na een half uurtje probeert het kalf de eerste nog wankele stapjes te zetten. Omdat het kleintje alleen is met de moeder, heeft het volop gelegenheid haar geur goed in zich op te nemen. En de moeder op haar beurt die van het kleintje. Later, als ze zich weer bij de roedel voegen, raken ze elkaar op die manier niet kwijt. De eerste paar dagen ligt het kalfje verborgen tussen het struikgewas. Het moet eerst wat kracht verzamelen voor het de wijde wereld in mag. Klaar voor de eerste ontmoeting met een roedel. Het is voor het jonge kalf een bijzondere ervaring, vol nieuwe indrukken. Zo komt het voor het eerst in aanraking met bijvoorbeeld een gewei. Een nieuwe generatie hechten wordt geboren. Ze krijgen een kans in een goed beschermd leefgebied. De Vereniging tot Behoud van het Veluwshecht en andere natuurbeschermingsorganisaties zullen zich blijven inzetten om dit prachtige dier en zijn leefgebied te beschermen, zodat het edelhecht ook in de toekomst voor Nederland behouden blijft.